Wie speel je dan? Fenna. De bitch. Het was eerst een beetje vaag en toen kreeg ik het script. Dacht ik, oh, weten jullie het zeker dat ik de hoofdrol heb? Ho, ho, draad, ho, gaat fout. Ho, ho, ja. Hoi, vandaag mogen Max en ik naar de filmpremière van Brugklas, de tijd van mijn leven. Lieve Brugklasvrienden, het schooljaar zit er bijna op en dat betekent dat we op schoolkamp gaan. Dit jaar gaan we naar Drenthe. Je zou kunnen beginnen met sorry zeggen, anders wordt het wel heel moeilijk om jou mee op schoolkamp te nemen. En andere oud-finalisten van het Junior Songfestival, zoals Stefania en Milena Rosanne, die zijn er ook. En spelen zelfs een rol in deze film. Je gaat natuurlijk geen verkering nemen met de ex van een vriendin van je. Maar gelukkig is Nola geen vriendin. Superleuk dus. En we gaan ook kijken of we zo meteen wat vragen kunnen stellen. Ja. Zullen we nu naar binnen gaan? Dan gaan we over de rode loop. Ja. Doeg! Kom met z'n allen. Nou, ik zou zeggen, liefde, haat, ruzies en leuke momenten. Het wordt heel leuk, het wordt echt leuk, het wordt echt leuk. Ja, we zijn heel erg benieuwd. En Hoe waren de opnames? Hoe is het op te nemen en zo? De opnames waren top. We hadden een beetje dezelfde crew als de mensen van de serie. Dus het was gewoon heel gezellig, de cast is leuk, dus één grote familie. Niek, kom erbij! Ben je een beetje zenuwachtig voor straks? Kijk, nu komen de zenuwen, weet je wel. Net zo voordat het begint, al die spanning in de lucht. Ja, dat voel ik ook al hoor. En jij? Nou, ik heb er vooral heel veel zin in. Ik ben benieuwd. En het is ook leuk om jullie dan nu even allemaal te zien en dan straks op het scherm allemaal. Ja, en daarna zien we elkaar ook nog. Hè. Dan kunnen we even gaan hebben hoe goed hij was. Of slecht. Ja. Hopelijk goed. Ja. Je moet wel goed lepelen, want anders hoor je ons niet. Ja. Hoe vond jij de opnames? De opnames waren heel leuk. Het zijn hele andere opnames dan de serie natuurlijk. Want voor de film heb je een veel grotere camera. En hebben we veel meer mensen die ook het licht doen. Dus we hebben heel veel ons best gedaan om het mooi eruit te laten zien. En dat lukte wel. Nou ja, bij mij niet. Maar de andere acteurs zien natuurlijk wel prachtig uit. Ja. Nou ja, dat is mooi. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Oh, we zien heel veel docenten toevallig die ook in de serie hebben gespeeld. En ik weet niet of ze ook in de film zitten, maar dat zien we zo meteen. Want we gaan natuurlijk wel de film bekijken. En dat is heel grappig, want normaal zie je ze natuurlijk op tv. En dan nu zie je ze gewoon daar staan. Dus dat is wel heel erg leuk. Kijk eens wie daar doet! Hallo! Ik weet niet wie is, dus vertel het maar alsjeblieft. Zodat... Jullie mogen één keer raden. Oké, wie is die? Ik denk dat. Rosanne? Ja! Ja! Yes! Yeah. Hoe vonden jullie het om in deze film te spelen? Ja, heel leuk. Het was heel gezellig, ook met alle andere castleden. En ja, het is gewoon een hele leuke rol eigenlijk. Wat we wel vaker spelen, gewoon een beetje de mean girls, zeg maar. En kunnen jullie al iets verklappen over de film of is het nog helemaal geheim? Nou, het is natuurlijk, ze gaan op kamp. En voor de rest gebeuren er allemaal hele spannende dingen die op normaal kamp in de brugklas eigenlijk ook gebeuren. En wij proberen een beetje te stoken de hele tijd. Dus dat wordt heel erg spannend en leuk. Oeh, jullie zijn echt de mean girls. Wij spelen Lois en Maud in de film. En dat zeg maar, zijn de beste vriendinnen van de rol die Stefania speelt. Fenna. Ja, die kennen wij wel hoor. Ja, precies. Dus dat is hartstikke leuk eigenlijk. Ik ben ook zelf heel benieuwd, want wij hebben ook nog niks gezien. Dus Nou, dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. We gaan nu daarheen. Ja. Wie hebben we namelijk gezien? We hebben Remix gezien, jongens. Dus we gaan even naar hun toe lopen. Ja, even hallo zeggen. Wel weer even zoeken. Kijk eens wie we daar hebben! Remix! Hebben jullie
jou veel bekenden gezien, zoals Stef en Milena Rosanne? Ja, die hebben we al gezien. En het is superleuk natuurlijk dat je allemaal bekenden hier zo ziet rondlopen. En dat jij er soort van bij hoort natuurlijk. Ja, het is heel raar opeens. Ja. Wat kunnen we eigenlijk nog van jullie verwachten? Hebben jullie nog nieuwe plannen en zo? Ja, we gaan een nieuwe single uitbrengen. En die komt al best wel snel uit met Paul Sina. En die heeft ook deze titelsong ingezongen van Brugklas. Ik vraag jou om op te nemen. Waar wil je naar? Het wordt heel gaaf. Dankjewel. Hoe is het? Goed? Ja. Ja, met jullie? Ja, goed hoor. Ik heb je gisteren al op school gesproken, dus ja. Ja, ja. Die zien elkaar elke dag. Ja, klopt, klopt. Ben je zenuwachtig? Ja. Ja? Ja, waarvoor dan precies? Gewoon voor hoe het is geworden. Ja. Gewoon heel benieuwd ook. Ja, want heel veel mensen hebben hem al gezien, maar ik dus totaal niet. Dus ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Maar, spannend! Jij speelt natuurlijk dus in de film, maar wie speel je dan? Penna. De bitch. En kan je een beetje vertellen hoe zij is en wat ze allemaal doet? Ze krijgt dus op een gegeven moment een cadeautje van Nola. En daar zit dus ontharingscreme in. En zij denkt dat het door Nola komt. Dus zij gaat het vriendje van Nola afpakken. En dat is Jesse. En die heeft ze dan afgepakt. En daarna gebeuren er nog meer dingen. En gemene dingen gaat ze doen. Oh. Om haar terug te pakken. Ja, het is echt heel stout erg. Hoor. Ja. Nou ja, en wij hebben er heel veel zin in. Maar jij hebt er toch ook wel zin in, hè? Tuurlijk. Zeker weten. Ja. Nou, we gaan even naar de andere kant, want we dachten dat Sterre hier stond, maar dat is dus niet zo. Dus we moeten er nu helemaal weer gaan zoeken. Maar het komt goed. Het is even door iedereen heen. Nogal druk hier. We gaan even naar de toe. Even kijken. Nee, we zijn er kwijt. We zijn er kwijt. Sterre, mogen we jou wat vragen? Ja, tuurlijk. Ja. Nou, wat vond jij om de hoofdrol te spelen? Heel gaaf. Was zo leuk om te draaien. Ja, zeker. Ja, en hoe was het bijvoorbeeld om verliefd te spelen? Want dat moet je volgens mij spelen, toch? Ja, ik moest verliefd spelen op iemand anders. Dus dat is heel erg spannend. We waren natuurlijk heel gewend met Vincent, maar dat is ook wel leuk. Hoe reageerde je toen je hoorde dat je de hoofdrol mocht spelen? Nou, het was niet helemaal duidelijk. Dus het was eerst een beetje vaag. En toen kreeg ik het script. Dacht ik, oh, weten jullie het zeker dat ik de hoofdrol heb? Want het was een beetje onduidelijk, maar... Toen begon met draaien, toen pas daalde het een beetje in en dat is natuurlijk heel vet. Ja. Leuk. Ja, we hebben er heel veel zin in, we zijn heel erg benieuwd. Dus veel plezier. En jullie ook. Dankjewel. Oké, jongens, we gaan dus nu naar binnen en we hebben er heel veel zin in. We hebben lekker wat drinken. En we moeten nu even door alle drukte, want het is echt heel erg druk hier. We moeten niet wel lopen, want we willen natuurlijk wel gewoon een goede plaats hebben. Dus we moeten even rennen. Nee, grapje. Maar we gaan even ons best doen. Even goed doorheen komen. Hey, kijk, dat is het voordeel aan de camera mee hebben. Vrijheid. We gaan nu de zaal in. Oh, het is echt groot. Oh, goed, kijk uit, het zijn afstapjes. Oh, wat leuk. Waar gaan we zitten? Oh, zit Snoep. Ja, er is Snoep. Oké, maar waarom gaan we zitten, jongens? We gaan even een plekje zien. Ja, we moeten even... Kijk uit, er zijn overal opstapjes. Lekker ook mijn onderkin vanaf hier. Oké. Lekker. Waar gaan we zitten? Ja, niet te laag. Deze gaan we pakken. Kom Max, we gaan deze pakken. Ja. Rennen. Nou Max, de film gaat bijna beginnen. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. We hebben heel veel zin. Volgens mij heeft Nola een nieuwe challenge. Elke dag zo gênant mogelijk op Kikker komen. Waarom heb je gelogen over Fenna? Ik heb niet gelogen. Oh nee? Waarom mag je dan niet mee op kamp? Misschien omdat je Fenna kaal wilde maken en niet vanwege de yoghurt? Als je ons gewoon de waarheid had verteld, hadden we je misschien wel begrepen. Maar dat je tegen ons liegt, is echt zwak. Je wilt toch naar het kamp? Ja, maar... Corin, ja? Ik vond het echt geweldig. Ik moest
aan het janken. Omdat het is maar een ervaring die je nooit zeg maar, meemaakt en zo. Maar het, oh, het is echt zo je leuk. Was geweldig, echt? Je was echt geweldig. Oké. Okay. Ja, je was wel echt een bitch hoor. Ja, maar dat is leuk. Dat was echt leuk om te doen. Ik ga snel foto's maken. Ja, oké, want yes, ik spreek jullie zo. Super goed gedaan, ja. Oké, later. Top, het is echt super goed gedaan. Dus Stef, als je dit kijkt, nog even. Wat was dit een ongelooflijk toffe middag, hè Anna? Ja, echt heel erg leuk. En hopelijk vonden jullie het ook leuk om samen met ons mee te gaan. Ja, en als je dat vond, doe dan zeker nog even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Junior Song Festival. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Wat? Oké, 3, 2, 1. En onze lieve vriendin Stefania, die is er ook. En zij heeft zelfs ook een film, een rol in deze film. Een film in de rol. Een film in de, is een rol. Nee, nog meer. Ja. Dus zullen we niet naar binnen gaan? Oh, nee, sorry. Vragen. Oké. Okay. Moeten we nu, ja, Jesse. Wat gaan we dan vragen? Hebben jullie er mee zin in, jongens? Ho, ho, draad, ho, gaat fout. Ho, oh, ja. Blooper, oké. Okay. Nou, wat was dit een ongelooflijk toffe middag, hè, Anna? Ja, echt super, super leuk. En hopelijk... Nou, wat was dit een ongelooflijk toffe middag, hè, Anna? Ja, echt super, super leuk. Oh ja. Hou op, oh, ja. Ja, oké. Okay.